Welkom allemaal. Dankjewel dat jullie voor deze masterclass hebben gekozen. Masterclass is een heel mooi woord, maar wij gaan deze drie kwartier van jullie tijd gebruiken om jullie iets meer te vertellen over hoe digitale klantinteractie waarde kan gaan toevoegen aan het klantcontact dat jullie dagelijks hebben. En dat doe ik niet alleen. Mijn naam is Jan Verstegen. Ik heb mijn collega Dennis Koren meegenomen. Wij zijn van het bedrijf Dialog Group en eigenlijk al bijna 30 jaar bezig met het digitaliseren van klantinteractie. Nou, we hadden het beloofd, hè, het advieskantoor klaar voor de toekomst. En daarmee bedoelen we niet dat het allemaal digitaal moet gaan worden, maar hoe kun je in het klantcontact digitalisatie in gaan zetten, zodat het voor jullie kantoor een mooie samenwerking gaat worden tussen digitaal en de mens. Want de mens is superbelangrijk en dat blijft ook zo. Dat is alvast een belangrijke tip van de sluier. We nemen jullie mee in klantcontact. Wat bedenken we wat in de komende jaren in het klantcontact gaat spelen? Hoe kan digitalisatie, effectieve digitalisatie, delen van het klantcontact digitaliseren? Wat levert dit op voor het kantoor? Onze ervaringen leiden tot mooie cijfers en die delen we. En uiteraard als daar vragen over zijn, kunnen we van alles nog toelichten. Volgens mij gaan we weer over de boxen nu, hè? Oké. Het is lekker warm hier, maar we gaan er een goede directief van maken. Klantcontact. Eisen aan het klantcontact, anno nu. Zeker bij piekmomenten en een storm. Afgelopen februari hadden we 3 stormen die Nederland bezochten in een week tijd. Nou, dat is dan gelijk een enorme bulk aan klantcontact die je moet zien te verwerken. Klanten die eisen dan dat je dezelfde kwaliteit verleent op het moment dat het ze uitkomt, ook bij die onverwachte pieken. Nou, wie van jullie heeft op dit moment wel eens in contact geprobeerd te komen met zijn energiemaatschappij? Piekmomenten, slecht bereikbaar. Doet iets. 24 uur per dag beschikbaar zijn. En het liefst gewoon wanneer het mij uitkomt. Steeds meer gemak dient de mens en steeds meer verwachten klanten dat ook van jullie. Van ons. En omgaan met verplicht proactief klantcontact, zoals bijvoorbeeld nazorg. Je moet ook contact gaan onderhouden met je klanten. En dat leidt tot extra druk ook op het klantcontact. Als het klantcontact gedaan wordt door personen, aan personen, dus het persoonlijke contact, bijvoorbeeld via de telefoon of het bezoeken op het kantoor, dan zien we een aantal ontwikkelingen. De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. We zien overal publicaties, maar ook vacatures. Hoe zeg je dat? De war on talent, om het zo te noemen. Die is gewoon gaande. Waar zijn de mensen die we kunnen toevoegen aan ons workforce, onze collega's, die gekwalificeerd zijn en direct inzetbaar zijn? Dat staat zwaar onder druk. En dat wordt niet beter in de komende jaren. We hadden het net even over in de wacht staan, een half uur, 3 kwartier, misschien wel 3 uur en dan wordt de verbinding verbroken. Dat doet iets met je klanttevredenheid. Als je niet bereikbaar bent voor je klanten op het moment dat het erom gaat, dat je jezelf niet hebt kunnen vrijspelen daarvoor, dan doet dat iets met de klanttevredenheid. En dat is een uitdaging. Kosten. Alle kosten gaan omhoog. Kantoorkosten, personeelskosten. Als je alleen de mensen in kunt zetten, dan is dat op een gegeven ogenblik een dure exercitie. En kan je dat nog wel blijven betalen? Schaalbaarheid. Als je alleen de mens hebt om het contact met je klant te doen, dan is dat slecht schaalbaar. Zo'n storm zie je niet, ja, je ziet het wel aankomen, maar een paar dagen van tevoren. Hoe snel kun je callcenters optuigen? Kun je je eigen mensen op kantoor optuigen om ervoor te zorgen dat die er zijn voor de klant op het moment dat je er ook moet zijn? Schaalbaarheid. Maar je zou misschien ook met de slechte nieuws van de komende jaren of de komende maanden, wat we allemaal lezen in de kranten, misschien wel zeggen van nou, misschien wil ik ook eens een tijdje afschalen. En dat is dan zowel opschalen is lastig met de mens, maar afschalen ook. Ja, tot zover het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat het klantcontact schaalbaar gemaakt kan worden. Klaar voor de toekomst.
en waardevolle tijd gecreëerd kan worden voor je mensen. Want je wilt je mensen inzetten daar waar ze de meeste waarde toevoegen. Klein voorbeeldje, als je een schade moet gaan aannemen, dan is misschien het schade aanmeldproces niet het meest spannende, maar wel de eerste stap in dat proces. Vervolgens dat beoordelen en de klant tot een goede, adequate oplossing kunnen geven, dat is waar je kunt schijnen als medewerker zijnde. Dat maakt je werk leuk. Dat werk zou je ook wel graag over willen houden. Door simpelere taken te digitaliseren, creëer je waardevolle tijd voor jouw medewerkers, die dan vervolgens de klant op een betere manier van dienst kunnen zijn. Hoe doen we dat? We voegen digitale collega's toe. En daar willen we het met jullie over hebben. Dennis gaat straks een uitgebreide demo laten zien. Techniek het meewerkt. Hoe dat in een klantreis aan elkaar geweven kan worden. Heel even kort over digitale collega's. En om dat even ook een stukje interactie in te leggen, ben ik eigenlijk wel benieuwd, en Dennis ook, wat is jullie advies? Of jullie visie? Wij horen heel vaak, ons kantoor blinkt uit in het persoonlijke contact. De meest gehoorde bezwaren tegen digitalisatie in het klantcontact zijn, en dan wil ik gewoon even handen zien of jullie het herkennen. Dat staat haaks op onze persoonlijke benadering. Wie is het daarmee eens? Wauw, die had ik niet verwacht. Dus iedereen zegt eigenlijk van digitalisatie zou prima kunnen passen in onze persoonlijke benadering. Nice. De klant zal waarschijnlijk het niet adopteren als wij iets van digitalisatie gaan doen. Wie is het daarmee eens? Het is niet mogelijk om hele complexe situaties aan een stukje digitalisatie over te laten. Wie is het daarmee eens? En digitalisatie leidt mogelijk tot banenreductie. Dat zorgt voor onrust, daar maak ik me zorgen over. Wie is het daarmee eens? Nou, wat goed zeg. Dit is echt een enorme vooruitgang. Dus wat fijn dat we hier in een zaal zitten met mensen die de switch al hebben gemaakt dat digitaliseren juist in het klantcontact er eigenlijk voor zorgt dat het heel persoonlijk kan worden. Want je speelt mensen vrij om die persoonlijke touch te kunnen geven. De klant gaat het echt wel adopteren. COVID heeft ervoor gezorgd dat we allemaal en masse aan de digitale middelen zijn geslagen. U en uw klanten geen uitzondering. Complexe situaties, ben ik het helemaal eens, zijn wij het helemaal mee eens. Daar moet je juist de mens voor vrij zien te spelen, want daar kun je je toegevoegde waarde laten blijken. En is ook niet te trainen voor een bot, een algoritme, AI, noem maar op. En digitalisatie leidt tot banenreductie. Wij zeggen, het zorgt er juist voor dat je werk leuker wordt. Simpele taken weggedigitaliseerd worden en dat klanten dat prima doen, dan hou je leuk werk over. Ik wil nog één vraag aan toevoegen hier. Ja? Wie van jullie heeft wel eens een ontevreden ervaring gehad met een chatbot? Goeie vraag. Ja. Nou, dat klopt ook. Dat herken ik. dat herkennen we ook. Kijk, een van de middelen waar we het straks over gaan hebben is wel een chatbot. Alleen op het moment dat een chatbot moet raden wat je komt doen op een website, en dat is helaas het gros van de chatbots die je tegenkomt, dan lopen ze vast. Vaak hebben ze de training van een medewerker die maar liefst al 1 week bij je werkt. Dus... En die zet je ook niet namens jouw bedrijf aan de telefoon en die de hele dag de telefoon op kan nemen van met ons kantoor, wat kan ik voor u doen? Die ga je pas daar neerzetten. Toen ik bij de McDonald's begon, moest ik ook gewoon 2 maanden lang eerst frietjes bakken. Voordat ik naar het volgende station en pas na een jaar wist ik alles en kon ik losgelaten worden zonder dat de manager dat allemaal in de gaten hield. Nou, dat zijn heel herkenbaar als je de chatbot wel inzet op het moment dat het proces hartstikke duidelijk is. Een schade melden is een vast proces. Contract opvragen, wat is mijn rente, is een vast proces. Aan je energiemaatschappij vragen, wat voor soort contract heb ik, is een vast proces. Dus als de bot op dat moment maar toegang heeft tot de data, dan kan die het antwoord geven op eenzelfde manier als dat de medewerker het geeft. Ja. Mm-hmm. Nou ja, ik weet niet hoor, maar als ik iets te eten wil, dan moet het wel gemaakt worden, zeg maar. Dus het bestelproces... je ziet het bestelproces. We moeten allemaal bij zo'n paal, toch? Nou, dat is eigenlijk in feite een proces. Jan, ik moet er even bij vertellen. Alles wordt opgenomen, dus als er vragen zijn, moet ik ieder geval even met de microfoon komen. Dan komt het ook goed op tape. Oh ja, hartstikke goed. Of, ja, oké. Okay.
Maar een hele goede, wij zien dus met ervaring met chatbots, is dat als je het script letterlijk omdraait, de regie in het gesprek neerlegt bij een chatbot, dat dan mensen niet vastlopen en dat dan het een hele prettige manier is van zaken doen. Digitale collega's, we creëren waardevolle tijd in jullie klantprocessen. Als je een digitale collega toevoegt, dan hebben we er wel wat eisen aan. We willen dat die digitale collega net zo goed is als jullie fysieke collega's. Dus het proces wat de digitale collega mee gaat helpen, de bot mee gaat helpen, moet duidelijk omschreven zijn, moet een kop en een staart hebben, moet een ronde cirkel zijn. Ja, als jij als medewerker een mailtje stuurt ter bevestiging, dan moet de bot dat ook doen. Als dat opgenomen moet worden in de workflow van degene die morgen de werkvoorraad oppakt, als jij er niet bent, dan moet de bot dat ook doen. Dus op hetzelfde, die moet net zo goed zijn als de fysieke collega. Het moet uiteraard tijd en geld opleveren en waarde toevoegen aan de klant, aan de klantbeleving. Want er is niks zo vervelend als een bot die eigenlijk tot meer frustratie en vragen leidt dan dat je die zelf zou... Dat wil je niet. Het moet waarde toevoegen. En heel belangrijk, het moet samenwerken met de operatie van het kantoor. Als bot allerlei zaken doet terwijl je er niet bent en je weet het niet, dan gaan mensen bellen van, hey, waarom hoor ik niks? Zeg maar. Samenwerken met de operatie. De ideale digitale collega, en dat is heel erg afhankelijk van waar je staat in het proces, maar de ideale collega handelt processen af. Is een procesbot of een transactiebot. Die gaat niet raden wat voor frequently asked question jij hebt, welke informatie je wilt hebben. Nee, u wilt een schade melden, dan heb ik hier een chatbot die dat met u doorloopt. Als aanvulling op, wacht u nog even op een collega, die kan het ook doen. Toegang tot relevante klantdata. Hoe meer het over jou gaat, des te meer je ook genegen bent om te zeggen van nou, ik ben hartstikke goed geholpen. Dus als er een vraag ook komt over een contract, dan is het handig als de bot daar ook bij kan om een bepaalde informatie ook te kunnen geven. Voert het klantgesprek en automatiseert processtappen. Veel tijd die ben je kwijt aan het voeren van die standaardgesprekken met klanten. Dat kost je veel tijd, ook de verslaglegging daarvan. En dit moet even een mailtje naar de klant, dit moet in de werkvoorraad, dit moet het afschrift wat ik in het CRM-pakket wil hebben. Als het goed is, zit jouw bot, de digitale collega, die zit in het midden daarvan en doet dat ook. En dan neemt hij dus werk van je over. Acteert op dezelfde manier als lid van een klantteam. Dat is wel heel belangrijk, want als we een telco bellen, een Vodafone Ziggo, dan krijgen we iemand aan de lijn die stelt van wat is je tweede naam als je die hebt, geboortedatum en je huisnummer. En dan mag je alles weten, alles mag je vragen, alles mag je zelfs veranderen. Waarom zou dan een digitale collega die als chatbot bijvoorbeeld kan helpen, dan ineens een IDIN-inlog vereisen? Of wachtwoord en e-mailadrescombinatie? De meest gestelde vraag over mijn omgeving is ook, wat is mijn wachtwoord? Hoe kom ik hierin? Dus de drempels zo laag mogelijk houden. Dus maak het een lid van het klantteam ook op dat soort gebied. Het heeft een connectie met workflow en CRM. En dit is wat we dus zeggen, de ideale chatbot. Maar de digitale collega die een aantal vinkjes niet heeft, kan nog onwijs veel waarde toevoegen aan je klantcontact en je klantproces. Dus je kunt ook gewoon... Nou, relatief light beginnen en groeien. Als je bijvoorbeeld nog niet een keuze moet maken voor workflow en CRM, dan kun je gewoon met je klanten aan de slag, zonder dat je moet wachten totdat je die keuze hebt gemaakt. Kun je later op aanhaken. Wat zijn dan de belangrijkste onderdelen? De digitale collega die komt een klant tegen in een gesprek, in een omgeving. En dat noemen we de customer interface. En wij hebben ons gespecialiseerd in chatbots, interactieve video en voicebot komt eraan. Gesprekken die worden, of de interactie met de klant wordt op die manier uitgeserveerd. De digitale collega kan connecten met je data warehouse, je CRM, je backend, je marketing automation, al dat soort zaken. Live chat workflow, dat is wel belangrijk. Als iemand vastloopt in een chat, is het wel handig dat het overgedragen kan worden aan een persoon. Het is nooit de enige manier, het is altijd aanvullend daarop. En dus zorgen we er ook voor dat dat gebeurt en dat ook degene die het gesprek overneemt ook weet wat er daarvoor is gebeurd. Heel onbelangrijk. Nou, third-party services, APIs, bijvoorbeeld als in Dennis gaat zoiets laten zien over een aanvraag van een verzekering, dan moet er een premie
tevoren worden getoverd. En die premie komt uit een webservice. En dat moet je kunnen connecten. En vervolgens moet je een polis kunnen laten opmaken. Nou, dat zijn allemaal connecties op de achtergrond. Die normaal gesproken misschien iemand van een systeem naar een systeem naar een systeem doet. En een digitale collega zorgt ervoor dat onder water keurig met elkaar geconnect is. En je hebt orchestratie nodig. Je wilt weten, als je klanten hebt geselecteerd om bijvoorbeeld nazorg op een hypotheekadvies mee te gaan doorlopen, dan wil je dat aan de klant kunnen aanbieden. Dan wil je er ook voor zorgen dat, dus als de distributie, en dat daar ook op gerappeleerd wordt automatisch, en dat het niet alleen het ene kantoor kan zijn, maar als het gewoon goed werkt, dan kunnen misschien 500 andere kantoren daar ook gebruik maken. En daarom hebben wij in ons systeem white labeling toegepast. Je wilt loggen, rapporten kunnen draaien, analytics kunnen draaien. Je wilt in ieder geval weten, wat heeft die klant er nou mee gedaan? En je wilt ook ervoor zorgen dat het altijd beschikbaar is voor die klant. 24 uur per dag. Als er acties zijn bijvoorbeeld van, nou, nu komt er een samenvatting, die gaat naar de adviseur toe en die klant krijgt ook een mail, dan moet dat geregeld zijn. En daar zorgen we voor. En daarmee zorg je voor een ingeregeld proces en stabiliteit daarbij. Tot zover helder en te volgen? Ja? Ja, wat zijn dan voorbeelden? En eigenlijk komt het heel mooi samen met wat we bedoelen is waar Dennis jullie in mee gaat nemen. Dus Dennis, neem jij hem over? Ja, dat is goed. Overigens heb ik dit nog nooit gedaan, deze demo. Maar ik ben opgegroeid met Pippi Langkous en die zei volgens mij altijd, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Mocht het niet goed gaan, dan ligt het niet aan de technologie, maar helemaal aan mij. Nou, we hebben een voorbeeld van een klantreis. En dit is toevallig klantreis van mijn collega Filip. En ik ga live demonstreren wat nu met de grote bollen oplicht. Dus we hebben meerdere mogelijkheden vanuit een klantreis bekeken om een contact op te nemen met een organisatie. En eigenlijk zijn er een aantal zaken die niet online zijn, die je hier ook terug in ziet. Maar er zijn ook een aantal zaken die voor de demo nu niet van toepassing zijn. Gelet op de tijd, ga kijken of we alles redden, want er zit zoveel in. Ja, uiteraard kunnen we dat altijd later nog een keer toelichten. We zijn hier de hele dag, maar laat ik gewoon gaan starten. Dus wat we gaan doen is in eerste instantie kijken naar een website, zoals jullie allemaal websites hebben. En ik heb een petje meegenomen, omdat ik uiteindelijk nu een beetje de medewerker ben van Dialog Insurance. Maar zo direct, en dat is puur voor de herkenbaarheid, ik ga ook wat in de backend doen. Maar in eerste instantie ben ik gewoon nu Filip, die een nieuwe verzekering wil afsluiten. Ja, dus dit is natuurlijk een fictief bedrijf, Dialog Insurance. Daar zit van alles in. Je kunt hier ook bij een chatbot al bij de FAQ's komen. Je kunt hier gegevens wijzigen. Ja, je kunt hier een schade melden. Dan word je ook geholpen. Maar dan ga ik niet starten, want in eerste instantie ben ik nog geen klant. Ja, dus ik sluit deze even af. En ik ga in eerste instantie op de website gewoon eens een premie berekenen. Ik ben wel nieuwsgierig. Nou is het wel leuk als ik even niet mijn eigen naam gebruik, maar gegevens van iemand anders. Dan zat ik al een beetje te spieken hier zo, Marcel. Weet je toevallig ook je kenteken uit je hoofd? Ik kom zo terug, maar dan tik ik eerst jouw naam in. Want ik had gespiekt en volgens mij was het Marcel Lazaronsen. We doen niks met de data overigens. Ik zal voor de zekerheid, mocht je mij niet vertrouwen op mijn ogen, mijn eigen e-mailadres gebruiken. En normaal gesproken, als je dit al hebt aan gegevens, ga dat natuurlijk niet vragen, maar Marcel is nog geen klant bij Dialog Insurance. Dat doen we nu wel. Mobiel vul ik nog niet in. Ik gebruik even mijn eigen adres. Niet allemaal vanavond langskomen. Maar wat we wel gedaan hebben, is ook een check op data om te kijken of het adres wel bestaat. Ja, dat je altijd uitval zoveel mogelijk probeert te voorkomen. Nou, dan kom ik nu terug bij Marcel. Kenteken was? F. Gaan we kijken of die bestaat. We hebben een koppeling met een databron. Ja, zie je hem staan? Hij wordt net weggesleept. Ja. Nou zegt hij al, is het een Mercedes, klopt dat? Nou, schat Marcel in als iemand die heel zuinig rijdt met zijn Mercedes. Die heeft nog echt geen schade. Zo. Kies gewoon even wat. En we kiezen hier een product. En uiteindelijk is het normaal gesproken iets wat
op een website of niet zo makkelijk gaat. Het is echt een oppervlakkige demo om dit stukje. Want uiteindelijk gaat het nu pas om dit. Marcel is klant geworden bij Dialog Insurance. En daar zit meteen een welkomstvideo bij. Ik heb hier een mijnomgeving die meteen gecreëerd is. Allemaal op basis van de data die doorgegeven is. Dus waar je eigenlijk naar zit te kijken, is een soort straight-through processing straat. Waarbij de data uiteindelijk nu heel persoonlijk Marcel verder gaat helpen. Ja, ik heb hier WhatsApp, waar we straks misschien nog even naar kunnen kijken als we tijd hebben. Ja, hier hebben we nu ook de chat. Ja, die herkent nu hier, als het goed leesbaar is voor iedereen, Marcel. Ja. En Marcel heeft net zijn gegevens niet helemaal ingevuld. Dus ik zal hier nog zeggen, nou, ik wil eigenlijk mijn persoonlijke gegevens nog even wijzigen. En laat ik maar even het telefoonnummer doorgeven. Ja, ik zal mijn eigen telefoonnummer doen. Dat is ook voor de demo handig. Want dat gaat natuurlijk niet zomaar gegevens opslaan. Dat zou iedereen wel kunnen. Dus er is nu een sms-bericht verstuurd. En die voeg ik zo direct toe. En zo wordt ook het klantbeeld verrijkt met data. Wat je hier ook ziet is een welkomstvideo. Die ga ik zo direct afspelen. En verder staat hier onderin dat het een virtuele demo-omgeving is. Nou, dus dat daar verder niks mee gebeurt. Even kijken. Ik heb de code. Die voer ik in. Even authenticeren. En die is vastgelegd. En als ik nu zo direct naar mijn Dialog Insurance ga, zal ik zo direct laten zien. Dan zul je zien dat ook dat telefoonnummer is toegevoegd aan de gegevens die we in dit geval van Marcel hebben. Dus zo leg je ook heel veel uiteindelijk regie bij je klant neer om ervoor te zorgen dat de gegevens actueel zijn. Erg makkelijk. Ik ben namelijk geneigd als ik het zie en mijn gegevens zijn niet volledig om dan als ik ergens klant bij ben, om dat of te corrigeren als ik verhuisd ben. Mag ik hem heel even parkeren, want ik moet met de microfoon bij je komen. Kun je hem vasthouden? Ik pak even de video. Goedemorgen Marcel. Welkom bij Dialog Insurance. Je hebt zojuist een WA Plus autoverzekering bij ons afgesloten voor je Mercedes-Benz GLC 220 D4 Matic. Hij is wel verkocht. Deze interactieve video biedt jou de mogelijkheid om meer te weten te komen over jouw autoverzekering. Zo kan jij op een eenvoudige manier meer uit onze diensten halen. Wij tonen alleen informatie die voor jou relevant is. Wil je meer weten over jouw autoverzekering of wil je zelf iets wijzigen? Nou, dat kan. Hey, dat is hartstikke mooi. Ik ben nog steeds Marcel. Hè? Ik heb petje niet op. Ik dacht van weet je, misschien is het toch beter om die WA Plus aan te passen. Ik zit nog steeds in de video. Het is een interactieve video. En ik wil eigenlijk toch er een all-risk van maken. Je hebt je polis veranderd naar een all-risk autoverzekering. Je polis is nu actief en je bent gedekt tegen eventuele schade. Bedankt voor het afsluiten van je autoverzekering en het vertrouwen in Dialog Insurance. Nou, daar ben ik al super blij mee. Ga ik even naar de mijnomgeving. En als het goed is... Als het goed is, zeg ik dan. Moet je even inloggen? Ik denk het. Wat was nou je inlog? Het zou niet mogen. Het zou niet mogen met Marcel. Even kijken. Want hier was ik al Marcel. Dat kan. We hebben nu hier voor de demo niet gekozen. Dan wordt het heel omslachtig om het in de demo te doen. Maar natuurlijk kan dat. Ik ga even een sprongetje maken naar de mail. Want dan zien jullie in ieder geval dat alles wat nu net al gedaan is, ook in de mail terugkomt. Ook hier, alles is gepersonaliseerd. Hier komt Marcel weer terug. De Mercedes komt terug, net zoals je in de video al zag. En als het goed is... Oh ja, de polis natuurlijk. Nee, daar staat hier Marcel. Ja, nou weet je, dat is ook een mooi vak apart, hè? Consistentie in taalgebruik en dat soort zaken. Onwijs belangrijk. Wij hebben bij Dijlijk Groep daar fantastische hulp van, onder andere van Carine. En dit zijn al van die dingetjes die gaan van de band vallen of opvallen als je dat gaat testen. Maar ik ga er niet bij zeggen dat we dat bewust gedaan hadden om te kijken of er mensen scherp waren in de zaal. Het is er echt tussendoor geglipt. Dus ja, bedankt.
Goed, Corné. Maar goed, je ziet hier ook hè, dat ook de wijziging meteen vastgelegd is. En dat ook hier uiteindelijk de wijziging zit voor de wijziging naar all risk van WA+. Ja, dus hier komt nu all risk terug. Nou, gaan we toch nog even toetsen. Of vanuit hier. Kijk, kom ik wel in het dashboard. Hier zie je nu ook in de mijnomgeving dat alles is doorgegeven. Dus je ziet de gegevens hier terug. Het 06-nummer is toegevoegd. Je ziet hier eigenlijk alles wat we net ook in de mail hadden zitten. En in feite, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als ik ergens digitaal bezig ben op een website, dan wil ik niet elke keer de bevestiging krijgen of het verzoek krijgen om naar een ander kanaal te switchen. Ik zit hier, ik wil hier blijven, ik wil hier mijn ding doen. Dus als dat allemaal hier in een mijnomgeving meteen terugkomt, dat elke wijziging ook automatisch doorgegeven wordt, nou ben ik happy. Dan hoef ik niet elke keer in mail te gaan kijken. Het is wel fijn dat het in mijn mail afgeleverd wordt, zodat ik het ook zelf nog kan bewaren op het moment dat ik minder vertrouwen heb in de mijnomgeving van een derde als klant. Hè. Dus nu is het in deze tijd best wel actueel dat mensen te maken hebben met uitdagingen rondom betalingen. Dus waar wij in ieder geval in de demo ook even jullie in mee willen nemen, is het proces van wat gebeurt er nou op het moment dat iemand nog niet betaald heeft. En let op, hè, dan komt mijn pet. Want dan ga ik even, je ziet hier nog staan geen openstaande facturen. Dan ga ik naar een omgeving die normaal gesproken uiteindelijk natuurlijk op een financiële administratie een systeem is. Waar iemand zegt, joh, ik zie een incasso. En hier zie je Marcel Lazaroms. Die heeft nog niet betaald. Sorry Marcel, dat je het leidend voorwerp bent. Even kijken. Hier zo, create incasso. Ik zoek Marcel weer op, die staat hier gewoon tussen. En het was een bedrag van €200. Als die nou klaarzet, nog steeds mijn petje op, dan bestuur ik ook die incasso. Dan is die hier nog even aan het verwerken. Normaal gesproken gaan al die incassos natuurlijk vaak 's nachts de deur uit. We zitten hier nu midden van de dag. Uiteindelijk is die zo direct weg. Running. Er loopt nu iemand vanuit de postkamer naar een brievenbus om die incasso door de bus te doen. Dat hoop ik niet. Even kijken of die weg is. Hij zit hier ook nog niet in. Hij is niet afgeleverd. Ja, dat is even de internet hier dan. Kijk ook even aan de voorkant of die hier al wel teruggekomen is. Kijk, hier staat nu, u heeft nog niet betaald. Nou, dan doe ik mijn petje weer even af. Hey, potverdorie. Iets misgegaan met het betalen van mijn rekening. En dan zie je hier ook dat uiteindelijk hier de factuur terugkomt. Maar als ik ook even een uitstapje maak naar de mail, dan zou het hier zo moeten zijn. Is het niet? Dennis, we hebben nog 5 minuutjes. Dat gaat lukken. Ja. Misschien dat we zometeen nog een andere video kunnen laten zien waar dit in terugkomt. Maar ik sla die stap ook omwille van de tijd even over. Er zijn hier nu 2 mogelijkheden. Ja, normaal gesproken zou je in dit voorbeeld ook zien dat er in de mail een voorbeeld wordt afgeleverd aan Marcel. Voor Marcel, vervelend. Misschien is er iets scheef gegaan. Wil je die rekening betalen? Of wil je een betalingsregeling aanvragen? In beide gevallen wordt dat ook in de video uitgelegd en ook nog even wat het betekent op het moment dat je verzekering niet betaald hebt en het gevaar loopt dat je onverzekerd rondrijdt. Uiteindelijk kom je bij dezelfde opties uit. Dus wat je hier kan doen is direct betalen, maar we gaan eigenlijk nu een betalingsregeling aanvragen. En hier komt meteen onze digitale collega Mathieu naar voren. En met Mathieu, die zegt het al, is het zo geregeld. Als je nu hier kijkt, zeggen we eigenlijk van nou, Marcel wordt hier ook aangesproken. Lukt je niet om nu te betalen? Vervelend. Ja, ik kan je helpen. Dat zou meer informatie kunnen zijn, maar Marcel denkt meteen, joh, ik wil het snel regelen. Doe maar een voorstel. En hier zie je dat ik bij de hand genomen word, als Marcel zijnde. En ik krijg hier een aanbod, een bedrag dat openstaat van €200. Aan de achterkant wordt er meteen gecheckt.
Hoe is het met het betaalgedrag geweest van Marcel de afgelopen jaren? Was fantastisch. Ja, dus in dit voorbeeld wordt nu aangeboden om een betalingsregeling van 3 maanden aan te bieden. Marcel zegt, nou, weet je, dat red ik eigenlijk niet. Ik vind het niet zo heel fijn. En er komt nog een nieuw aanbod. Ja, omdat je nog niet eerder een betalingsachterstand hebt gehad, dit echt de eerste keer was. Ja, mag het een periode van 5 maanden worden, dan wordt het €40 per maand. Nou, zegt Marcel, dat vind ik wel fijn. Wordt hier bevestigd. En ik zeg, ja, ik ben akkoord met deze regeling. Nou, dus er komt geen mens aan te pas op dit moment. Ik heb mijn petje af. Geregeld, Marcel. Bevestiging heb ik in jouw mijn omgeving geplaatst. Ik heb een bevestiging via e-mail afgeleverd. En mocht je moeite hebben met je geldzaken, kunnen we ook nog een gesprek met een budgetcoach aanbieden als je dat zou willen. Nou, zegt Marcel, vind ik op zich wel fijn. Uiteindelijk zeg je hier, joh, ik kan je met een van mijn collega's in contact brengen. Ja, dat kan met een terugbelafspraak. Wil je dat? Nou, dat vind ik wel fijn. Kan ik zelf aangeven wanneer ik teruggebeld word. En dan zeg ik, nou weet je wat, doe maar de 11e. Dan weet ik dat ik daar ruimte voor heb en doe maar het liefst van 3 tot 5. Staat genoteerd. Ja, ik weet voldoende. En uiteindelijk zul je zien dat op die manier, ja, vanuit een self-service gedachte voor de klant, met aan de achterkant gewoon een stukje digitalisatie, dit hele proces loopt. Er staat hier ook, prima, je kan de chat nu starten. Ik bedank Mathieu heel vriendelijk. En als het goed is, zou dat nu ook hier zo bevestigd zijn. Hij heeft een betalingsregeling, ja, in de portal. En ik zie dat er een mail is. Die is wel meteen afgeleverd. Je ziet hier nu ook de incasso terug. Ik had al beloofd. En hier zie je ook de betalingsregeling die afgehandeld wordt, of afgeleverd is in de mailbox. Met natuurlijk ook volledige uiteindelijk vastlegging in documenten. Wat je ziet is niet zwart-wit. Het hoeft niet zo te laten of zo ingericht te worden. Het zijn allemaal mogelijkheden om te laten zien dat aan de voorkant data die een klant invoert of die jullie vanuit een systeem hebben, kan leiden voor een volledig geautomatiseerde, ja, digitale straat, waarin je kan personaliseren en heel veel flexibiliteit kan bieden vanuit digitale self-service. Weet je dat er wat vingers zijn, Jan? Ik zou hier nu stoppen, zodat jij nog wat af kan sluiten. Dan kan ik met de microfoon in ieder geval de zaal in. En ik had bij die manier parkeerd. Vraag is beantwoord. Oké. Ik zet hem wel vast op het scherm voor jou. Ja. Loop ik in ieder geval één vraag, pakken we die nu even mee. Wat Dennis hier heeft laten zien, is dat je dus als klant zijn in een hele hoge mate dingen zelf zou kunnen regelen, zonder dat je hiervoor hebt hoeven bellen, contact hebt hoeven nemen met de organisatie of het kantoor. En dit is een reis die ontstaan is vanuit een inbound behoefte. De klant heeft een behoefte, die zoekt contact met een organisatie. Was het voorbeeld duidelijk? Zullen we eerst deze vraag even doen? Dan kom ik zo met de microfoon mee. Ja. Ik ben benieuwd wat je als adviseur nodig hebt. Ik denk een koppeling naar je CRM-systeem waar je op draait en een partij waar je API's vandaan kunt halen om aanbod direct te tonen. Ja, dat laatste, dat sowieso, hè, want wij gaan premies niet verzinnen. Dus daar zijn hele mooie tools voor die je daar in je reis kunt inbakken. En een koppeling met je CRM zou hartstikke mooi zijn, maar veel partijen zijn nog niet zover. Dan zorgen we er in ieder geval voor dat we de data die verzameld wordt in zo'n transactie ook afgeleverd wordt daar waar de mensen zitten te wachten om het verder te verwerken. En dat zou zelfs al gewoon met een e-mail naar een centrale inbox kunnen zijn. Maar als er koppelingen zijn die we kunnen leggen met CRM, dan doen we dat. Daar een nieuwe vraag. Ja, ik heb een beetje volmacht, waarbij dus de meeste tussenwerken dus kun je de auto afsluiten alleen op het moment krijg je slot. Ja. Daar zie ik al. Het moet dus een echte bestaande klant zijn. Daar zie ik facturatie naar tussenpersoon, maatschappij en kasso. Daar niet in terug, want daar hoef je geen te maken. Je gaat niet kijken of die klant al betaald heeft. Automatisch krijg je dat bericht. Achterstand is. Ja, goed ik punt. Ik zie daar dingen dat ik denk van. Dit. Ook dat ik denk van,
gaat dat voor mij als tussenpersoon, gaat dit wel werken? Ja, ik begrijp hem volkomen. Kijk, wat je wilt laten zien is gewoon een aaneengesloten proces. Het voorbeeld is, omdat jullie er vanuit de branche gewoon dit kunnen volgen, zeg maar, hè, dat je van alles bij kunt voorstellen, maar dat het wellicht voor het kantoor niet het meest evidente is. Daar kom ik nu even op, wat wel kan, maar het is gewoon om een voorbeeld te laten zien van hoe je dus op een hele goede manier, op een persoonlijke manier, je klant aan de slag kunt laten, terwijl je daar zelf wel de afschriften van krijgt, maar niet zozeer daar zelf mee bezig bent. Dus dat is even als voorbeeld. De demo is heel erg op een inbound, zoals we dat zeggen, op instigatie, initiatief van de klant. Outbound is nog veel mooier. En dat is bijvoorbeeld wel de link waar je hem wellicht naar zoekt. Kijk, er zijn redenen genoeg te noemen waarom je proactief bijvoorbeeld met een klant contact zou willen zoeken. En de digitale collega is dan in staat om jou daar zo bij te helpen dat hij en de klant activeert en het hele proces stap voor stap met de klant doorloopt. En voorbeelden daarvan zijn wat we hebben gemaakt bijvoorbeeld voor VVA. Dat is een verzekeringscheck-up, die kan tot 22 verzekeringen met een klant doorlopen. Koppeling met de data, de klant herkent het van, hey, dit is mijn verzekeringspolis met die dekking wintersport, maar ik ga het komend jaar niet wintersporten, dus ik wil mijn dekking aanpassen. Dat kan allemaal met, in dit geval Joyce, de digitale collega. Verzekeringscheck-up, jaarlijks wordt die gemiddeld genomen naar zo'n 30.000 klanten verstuurd. En we zien dat daar, mede ook door de hulp van goede toegepaste gedragspsychologie, van hey klant, het is belangrijk voor jou, loop hier doorheen, je hebt het recht om dit te doorlopen. 60%, dus van de 100 klanten die worden aangeschreven, zijn er 60 die uiteindelijk met behulp van deze digitalisatie het proces doorlopen. En dat is een enorme tijdsbespaarder op de inzet van de mensen. En dit is een voorbeeld wat voor VVA heel goed werkt. En niet alleen nu voor schadeverzekering, maar ook bijvoorbeeld voor nazorg op arbeidsongeschiktheid. Het initiatief ligt bij de organisatie. Je weet iets van de klant, dat presenteer je. Je haalt de klant door die digitalisatie heen. En vervolgens zie je dus dat klanten dit ook echt doen. Voor advieskantoren hebben wij dezelfde bouwblokken gebruikt. Alleen dan is het de digitale collega voor het advieskantoor. Die hebben wij samen ontwikkeld met Nationale Waarborg. Daar zijn we ook heel trots op. Wordt ook gebruikt door een tientallen kantoren. En die ervaren in de praktijk dat ze nu nazorg op de band kunnen zetten met hun klant. Een situatie-update kunnen krijgen, volautomatisch. Je hoeft eigenlijk alleen maar klantadressen te selecteren. In de digitale collega en de beheeromgeving door te geven. Deze klanten wil ik graag dat die benaderd worden. En vervolgens gaat dat volautomatisch draaien. Klanten krijgen een gesprek aangeboden met de digitale collega van het kantoor. In dit geval heet hij Jasper, maar het kan ook elke naam zijn, elk geslacht. En vervolgens loopt de chatbot eenzelfde soort gesprek door met alle klanten, maar wel namens het kantoor. En we zien dat daarmee 75% bijvoorbeeld van de tijd wordt bespaard die het kantoor normaal gesproken bezig is met het voeren van nazorggesprekken, rappelleren naar klanten, daadwerkelijk ook de klanten het gesprek doen en de verslaglegging daarvan. En wat een hele leuke bijkomstigheid is, en dat zien we eigenlijk continu als je actief met je klant aan de slag gaat, dat daar ook leads uitkomen. En in deze tijd waarbij de hypotheekmarkt qua aanvragen wat dan teruglopen is, is contact zoeken met je bestaande klanten een goed middel om ervoor te zorgen dat dat weer leidt tot een misschien wel betere band nog dan voorheen met de klant. En waarbij klanten dan het moment aangrijpen en zeggen van, hey, ik laat me graag door jou adviseren. Dit is mijn vraagstuk wat ik heb en zou je me daarmee kunnen helpen? Dit is iets dat kun je nu direct gebruiken, inzetten. Eén moment, want achterin hoorde niet. Ja, nou, ik herhaal anders de vraag al. Want heb je meer gegevens nodig dan alleen een e-mailadres? Nee, we weten wat de praktijk is op veel advieskantoren. En je hoeft niet alle data te weten om een zinvol gesprek met de klant te starten, op de band te zetten en te laten uitvoeren. Dus in dit geval kun je dit een heel mooie check-up krijgen van de klantsituatie door alleen een naam, een geslacht, e-mailadres in te voeren. En dat betekent dus dat je ook niet uitgebreid allemaal uitdraaien uit CRM hoeft te maken, data hoeft te vullen, noem maar op. Je kunt hier gewoon mee aan de slag. We hebben nog een paar minuten, Jan. Ja.
Wat levert het op? Want dat is wel belangrijk. We hebben al wat cijfers genoemd. Hè? Dus zeker ook als je in het outbound proces is het super meetbaar. Hoeveel klanten stuur ik dit? Hoeveel klanten gaan ermee aan de slag? Hoeveel klanten maken het af en komen in beweging? We willen weer betaalde dienstverlening bij mij afnemen. Wij zien dat het de digitale collega succes oplevert. En zeker daar, het is perfect voor het proactief benaderen van grote groepen klanten. Dus daar waar je met je klant. Groot? 100.000 per dag. Dat is best groot, toch? Precies, maar dat zou dus kunnen. Nee, wij zeggen altijd, je moet zelf weten hoe succesvol je kunt zijn. En dus op het moment dat je 500 klanten gaat benaderen voor een gesprek, dan gaat daar zeker een derde gaat daarmee actief aan de slag. Er komen vragen uit, ja, dat moet je kunnen handelen. Dus je maakt een selectie van de klanten die je graag zou willen benaderen, wel passend bij, en daarom zeggen we ook, dat moeten we samenwerken met je organisatie. En we gaan niet, een mooi gevleugeld begrip in documentengeneratie, dus brievengeneratie, 80% van het werk wat we hebben in het callcenter wordt veroorzaakt door wat we zelf versturen. Dus hoe succesvol kun je zijn, bepaal je zelf. Dus niet te veel tegelijk. Je zou inderdaad elke week gewoon 10 kunnen doen, passend bij wat past. En voor de een is veel is 10 en voor de ander is veel is 1000 of meer. Het systeem is er in ieder geval op ingericht dat het er heel veel kunnen zijn per dag, maar je moet het wel moet te handelen zijn voor jou in je workflow. Maar Jan, misschien een aanvulling op die vraag. Wat je vaak in de praktijk tegenkomt, is dat je als advieskantoor ook een verplichting hebt om wat te doen. Dat je iets verzendt, zeker als het via e-mail is, maar nooit weet wanneer de ander daarna gaat kijken. Ja, dan zul je eigenlijk iets klaar moeten hebben staan. En op het moment dat je daar geautomatiseerd af en toe een reminder achteraan kan sturen, dan zie je over een doorlooptijd van misschien wel 3 maanden, dat uiteindelijk steeds meer mensen ook die boodschap te zien krijgen. Dus ook daar kun je op deze manier invulling aan geven. Chatbots en interactieve feeden, wat jullie net hebben gezien, passen echt bij bij alle leeftijdsgroepen. We zien bij onderzoeken die we gedaan hebben, dat zeker ook de senioren doelgroep zegt van wat een leuke manier om het contact met jullie op deze manier te onderhouden. Dat wordt ook echt uitgemeten, dus dat klopt. Hoge klantscores op tevredenheid en doordat er werk wordt overgenomen door zo'n digitale collega van de collega's op kantoor, blije collega's. Dit leidt niet tot negatieve reacties. En we zien dus dat er waardevolle tijd wordt gecreëerd. Want als een digitale collega bezig is met je klanten en je weet dat loopt en ik krijg daar leads uit en ik krijg daar positieve klantreacties uit, dan creëert het waardevolle tijd. Want dan kun je zeggen van nou, dat programma loopt en nu heb ik tijd over om met mijn klant een gesprek aan te gaan voeren. En bijvoorbeeld bij VVA zeggen ze dat ook letterlijk. Doordat Joyce is ingezet, hebben wij nu echt tijd vrij om waardevolle gesprekken met onze klanten, of veel diepere gesprekken te voeren met onze klanten. Hadden we niet kunnen doen als die Joyce er niet was. Want dan hadden we allemaal aan de telefoon moeten gaan en afspraken proberen te maken, enzovoort, enzovoort. Joyce? Ja, Joyce is wel iets anders van orde van grootte. Heb je het over jullie eigen collega, die je ook Joyce mag noemen overigens. Hè, dat kan. Dan heb je het over €250 per jaar en €2,50 per klant die je benadert op die. Nou, de return on investment is enkele maanden. Nou, business case is doorgerekend waarbij het we zien dat het echt een hele lage return on investment in periode heeft. Staat op de website bij Nationale Waarborg, toch? Ja, sowieso. En het levert dus leads op. En met leads genereer je weer nieuwe business. En komt gewoon voort uit een contact wat je zelf hebt aangehaald, waar je een digitale collega hebt ingezet, wat dus door klanten als zeer positief wordt ervaren. Het maakt ook je klantcontact schaalbaar en rendabel. He, wat we al zeiden, alleen de mens is staat onder druk qua hoeveel mensen hebben we beschikbaar, wat kosten ze en hoe kan ik ze schaalbaar maken. En bijvoorbeeld wat jij net als voorbeeld aannoemde, wie van jullie wordt wel eens in het weekend benaderd voor het in dekking nemen van een auto? 'S Avonds. Dat zijn nou bijvoorbeeld procesjes, als je dat goed afhandelt, met de juiste vragen ook erin, de slotvragen, dat soort zaken, dat je kunt zeggen van, hé, dat zou dus een chatbot ook kunnen doen.
En pakken we maandag gewoon weer op, want dan zit hij ook in de werkvoorraad van mij. Maar dan hoef ik daar, als ik onderweg ben met mijn kinderen naar de sportclub of het boodschappen doen, me niet meer lastiggevallen te worden. Dat wel gebeurt. Jan, ik zie een paar mensen smelten. Ja, we gaan... Ja, jullie mogen zo de frisse lucht in inderdaad. De inzet van digitalisatie zorgt er dus voor dat het behapbaar wordt in je klantcontact. We zeggen, ga ermee aan de slag, experimenteer ermee. Want als je het niet doet, weet je zeker, dan ga je nooit ervaren of het iets voor jou is. We hebben de drempel heel laag gemaakt om bijvoorbeeld met die nazorgcollega aan de slag te gaan. En daarmee ervaringen op te doen. En wil je verder opschalen, nou, wat Dennis al liet zien, daar is van alles mogelijk met Dialog Group. We gaan van kosten naar opbrengsten en daar helpt een digitale collega ook bij. Dat was eigenlijk het verhaal wat wij wilden vertellen. Heeft er iemand nog vragen? Behalve mag ik weg. Ja. Als je de digitale collega... Je gaf aan van hoe kan ik het personaliseren, hoe zou dat kunnen werken. Als je de digitale collega voor advieskantoren neemt, dan zitten daar allerlei elementen in het intakeformulier waar je zelf kunt aangeven. Deze logo, dit logo, deze achtergrondfoto, dit is de avatar, dit is de naam, kleuren, dat soort zaken die kun je allemaal aanpassen of aan laten passen bij de inrichting. Andere zaken zijn maatwerk, moeten we naar kijken. Ja, zeker. Ja, we hebben gewoon een supportafdeling, uiteraard. Ja. Jan, ik stel voor dat wij bij Nationale Waarborg ook nog aanspreekbaar zijn voor alle vragen. Ja. Ja, dan kan iedereen lekker gewoon wat frisse lucht gaan happen. Dank jullie wel voor je aandacht en graag tot ziens.